Alleen het kleine briefje. Hier staat. Ja? Alleen het kleine briefje. We gaan nog niet naar het grote. We blijven even bij de kleine. Ja? Oké, daar gaat hij. Is deze groep? Daar gaat hij. 1, 2, 3, 4. We zijn vandaag in het woonzorgcentrum Tresia, de Molenrijnslaan in Vught. En we hebben vandaag een concert door bewoners. Samen met Ben van Kuppenveld van het MIK. En we hebben een concert samen aan de slag, zoals je misschien ook hoort. En er wordt druk getrommeld en muziek gemaakt op dit moment. Ontstaat zoiets? Dit project is een keertje door onze directeur binnengehaald, zal ik maar zeggen, via MIK. En in eerste instantie hadden we zoiets van, nou, is dit wel iets voor de bewoners van het zorgcentrum? Nou, trommelen, muziek, harde geluiden. Dus is van, nou, hè. En het is een hele oude liefde van vroeger, maar het is er nooit van gekomen. Waarom niet? Was daar een speciale reden voor? Nou ja, ik denk een beetje... Ja. Nee, daar kan ik geen reden voor geven. Maar ik begrijp het, je woord, je had eigenlijk hier vanzelf vroeger ook al gedrumd. Nou ja, heel graag. Maar dat is eigenlijk, dat is niet, ik had te veel andere dingen later. Ik heb heel veel gesport in mijn leven. En dat is misschien nou maar goed, toch? Dini de Laat, u zei mij straks van, hier geniet ik zo van, hè? Ja, oh, dat is, maar het zit wel in de familie, hè? Want de familie de Laat hier uit Vught. Bent u van de familie de Laat, van de muziek van... Ja, was het, hè? Ja, dat was bij ons altijd muziek. Even terug naar de Tresialaan moeten we dan, hè? Ja, maar was altijd muziek bij ons. En het ritme zit er ook nog wel steeds een beetje goed in, hoor. Dus, Want ik zou het heel jammer vinden als het niet doorgaat verder. Want het is toch leuk. Iedere week een keer bij elkaar koffie drinken. Met Ben erbij. Gezellige fun. Dus, ze moeten wel doorgaan met slagwerk. Ze moeten niet kiezen voor gitaar of blokfluit in de toekomst. Nee, ze moeten gewoon doorgaan met slagwerk. Nou, dat was echt heel verrassend. Ook door de bezielende begeleiding van Ben. Hij is echt, hij doet het echt fantastisch. En bewoners vinden hem, hij is zo charismatisch. Dus, ja, ik hoorde net, er werd bekendgemaakt dat het nog even doorgaat. En ja. De armen gingen de lucht in. Ja, het is echt feest vandaag, hoor. Meteen geroffel. Ja, tromgeroffel. Ja, tromgeroffel. Ja, het is echt fantastisch. Mensen verheugen zich elke woensdagochtend op deze activiteit. Het is geen eindconcert. Het is vanmorgen besloten dat we langzaam gaan doorgaan met nog een paar verdere sessies. Samen met Ben Kuppenveld van het MIK. En de dames en de heren, even welkom. Slagwerk is in eerste instantie een groep instrumenten wat niet direct om stemming vraagt, dus niet de moeilijkheidsgraad zo hoog legt dat we denken van oei oei oei. Maar slagwerk is echt iets wat van binnenuit komt, want je hebt het en ze zeggen wel eens wat, je hebt het niet, maar iedereen heeft het. Alleen niet iedereen heeft het ontwikkeld. En wij willen hier laten zien dat iedereen dus ritmisch heel erg goed is. We praten ritmisch, we zingen ritmisch, we doen alles ritmisch. Alleen, we hebben het nooit zelf ontdekt. En we gaan het nu ontdekken. Ja, dit is heel specifiek. Dit is ook een vaste groep. Die zijn begin november begonnen. Toen was het even een beetje zoeken wie doet er mee, wie doet er niet mee, wie blijft. En uiteindelijk is die groep heel constant gebleven. En het is heel bijzonder. Zijn jullie verrast? Het is toch een beetje een avontuur. Hè? Denk, ja, we gaan drumles, we gaan een slagwerkgroep formeren. Ja, dat is toch niet iets alledaags. Nee, precies. Je moet maar mee willen doen. Ja, het heeft ons uitermate verrast, mag ik zeggen. Het is een project, we doen het 10 keer. Er volgt een evaluatie. Nou, toen was iedereen zo enthousiast. Dan gaan we nog maar even door. En toen hoorden mensen dat dit het eindconcert was. En toen hadden we zoiets, dat kan niet, dit moet gewoon blijven. Nou, ze kwamen vragen wie wilt er gaan drummen. Dus ik was de eerste. Hè? En toen de rest is vanzelf gekomen. Dus, maar ze zijn allemaal zo enthousiast, echt waar. Wat is er zo leuk aan?
Ja, dat trommelen en het ritme. En, u had niet meegedaan als het gitaar of blokfluit was geweest? Nou, dat kan ik niet. Dus, wilt u zeggen, dit kan iedereen? Dit kan iedereen, ja. Ja. Iedereen die een beetje gevoel voor ritme heeft? Ja. Maar het gaat prima, hoor. En nu hebt u geklapt, maar stel u nou eens voor dat ik een instrument zou pakken. En ik zou hetzelfde met een instrument doen. En in plaats van dat ik zo klap, zou ik dit doen. Dat zou u zo hierbij kunnen gaan zitten. Nou, er waren erbij die dus nog nooit niks gedaan hadden. En we hebben met een hele eenvoudige woorden, die we dus zelf ook gebruiken, hebben we dus de ritmische structuur uit ons woordenstelsel gehaald. En die hebben we omgezet op de instrumenten. Ik heb iedere week iets spannend. Toch wel? Gezellig. Nou, je zit mij voor die gek te houden. Nee, dat is toch leuk. Ja, is het leuk? Ik vind het heel leuk. En hartstikke leuk. Ja. Dus toen die mogelijkheid zich aandiende om zich aan te melden voor drumles, voor slagwerk, toen was u meteen yes. Ja, met Dini. En heeft het een beetje beantwoord aan de verwachtingen? Boven verwachting. We zijn hier dik tevreden. Het allereerst is natuurlijk dat de mensen met een glimlach komen, met een glimlach vertrekken. Dat is eigenlijk het allereerste. Ja, en daarbij het resultaat komt als het gevoel er maar is. En het gevoel is positief. Dus dan is het resultaat ook altijd positief. Komt gewoon een vervolg, begrijp ik. Ik hoop het. En dan gaan we weer slagwerk doen? Of dan kan het even zo goed gitaar, blokfluit of noem maar op zijn? Dan kan het natuurlijk ook alles zijn. Maar dan kunnen we invullen met degenen die er zijn. Want er zijn best wel veel mogelijkheden. Alleen ja, in die korte tijd van 10 sessies is dat natuurlijk niet haalbaar. Maar ik ben ervan overtuigd dat er ook melodisch wat te doen is. Absoluut. Dus nee, we gaan het daar goed tegenaan.